Jeffrey Gouwenleeuw, net 45 minuten gespeeld. Eerste helft tegen je oude club AZ. Je zei net in de rust, ik heb met 1-0 gewonnen van mijn oude clubje. Ja, tuurlijk. Ik heb alleen de eerste helft gespeeld, dus dan reken ik het zo. Hè. Ja. Hoe was dat, spelen tegen je oude club? Ja, was wel leuk, moet ik zeggen. Je ziet natuurlijk weer veel oude bekenden, oude teamgenoten. Ook al zijn er een hoop aantal jongens vertrokken waar ik goed mee omging. Maar nee, dat is altijd leuk. Ja. Wat zeiden je oude teamgenoten toen ze je zagen? Nee, het is gewoon altijd leuk om even bij te praten natuurlijk. En ik ben nu toch alweer ruim een jaar weg. Dus met sommigen hou je dan nog contact tussendoor en met sommigen niet. En dat is ook voetbal, zo gaat dat. Ja. Hoe bevalt het bij Augsburg? Heel goed, moet ik zeggen. Ik speel elke week als ik fit ben. En we hebben het goed naar onze zin. Kinderen gaan daar naar school ook. Ik begin dan een beetje Duits te praten ook. En we hebben het heel goed naar onze zin. Waar geniet je het meeste van? Ja, van de competitie op zich natuurlijk. Ik bedoel, het is toch zeker wel een paar stappen hoger als de Eredivisie. En het is gewoon geweldig om elke week, die stadions zijn elke week uitverkocht. En er is gewoon elk stadion gewoon een onwijs goede sfeer. Ja. AZ, volg je de club nog op de voet? Ja, tuurlijk. Wij spelen vaak in de middag, moet ik zeggen. Dus dan kan ik vaak de wedstrijden nog wel zien, 's avonds. Ik heb gewoon Nederlandse tv ook in Duitsland. Dus als ik kan kijken, dan kijk ik meestal wel. Ja. En wat valt je dan op als je naar AZ kijkt? Ja, op zo'n manier kijk ik niet meer. Ik bedoel, ik vind het leuk om sommige jongens gewoon weer te zien spelen. En ze doen het weer goed dit jaar, dus dat is alleen maar mooi. Ja. AZ, die gaat er bijna naar huis toe, maar voor jullie duurt het nog even? Ja, wij zijn hier sinds afgelopen woensdag. En wij gaan komende vrijdag pas weer naar huis. We spelen nog een wedstrijd. En dus vrijdag gaan we pas weer naar huis. Succes nog. Dankjewel. Dankjewel.